Vandaag hebben we een hele reis gemaakt. We zijn namelijk in Makkum bij de Koninklijke Tegelaar. En hier worden de mozaïektegels van de buitenkant van het jachtslot gemaakt. En wij gaan vandaag kijken hoe ze dat doen. Gaan jullie mee? Popke, wat heb jij in je handen? Wat ik hier wil laten zien is hoe we voor alle projecten, maar ook voor dit project dus, een speciale oplossing hebben ontwikkeld. Waardoor we de kwaliteit kunnen garanderen en het ook goed door ons productieproces kan. We hebben deze rekjes met het plastic en het metaal hebben we speciaal laten ontwikkelen. Hebben onze technische mannen gedaan. En wat we hierbij doen is een halffabrikaat dat we inkopen. Dat wordt ingelegd in dit rekje. Vervolgens gaat het onder de glazuurbaan, gaat het over de glazuurbaan. Hebben we een gordijn van glazuur waar het onder doorgaat. Dan leggen we het op een vuurvaste plaats die later de oven in gaat. Het metaal wordt er onderuit getrokken en het plastic eraf gehaald, zodat geen enkel tegeltje elkaar raakt. Want dat zou een probleem opleveren bij het stoken in de oven. Je bent bezig kijken op het landgoed en bij het jachtslot. Wat was jouw eerste indruk? Mijn eerste indruk was eerlijk gezegd niet het jachtslot, maar wij hadden de eer om op de steiger te klimmen. En ja, wij komen hier van het vlakke Friese land. Dus zodra we heuvels zien, dan begint ons hartje een beetje sneller te kloppen. Dan denken we dat we in het buitenland zijn. Op vakantie? Dat was mijn eerste indruk. En ik ga ook zeker een keer op vakantie bij jullie in de omgeving. Voor de rest, het is natuurlijk een fantastisch gebouw. Er zit heel veel geschiedenis in. En ik vind het heel bijzonder dat het nu in ere hersteld wordt. Heel veel projecten maken jullie, denk ik, meestal vanaf het begin af aan mee. Hier was natuurlijk een flinke pleisterlaag over de tegeltjes aangebracht. Ja. Zie je dat vaker? Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Renovatieprojecten die zijn altijd heel bijzonder. Omdat je elke keer een unieke omstandigheid meemaakt. Er moeten altijd speciale dingen ontworpen worden. Er moet nagedacht worden over welk deel hersteld moet worden. Welk deel in oude staat blijft. Dus dat zijn hele moeilijke processen. En je maakt wel vaker mee dat iets verborgen is. Dat je het dus ontdekt. Wopke, dit zijn typisch jugendstil tegels. Doen jullie vaker dit soort projecten met monumenten van 100 jaar oud? Het is voor ons bedrijf, wij zijn een bedrijf van volgend jaar zijn we 450 jaar oud. Een van de oudste bedrijven van Nederland. Het is voor ons dus ook heel belangrijk om ons bezig te houden, juist met het verleden en met het verleden in stand houden. De schoonheid van het verleden en ons cultureel erfgoed te ondersteunen. Dus we doen heel regelmatig verschillende renovatieprojecten. We zijn hier op WAP. Wat Olaya hier nu doet is wat we noemen de glazuur oproeren. Dat is nodig omdat glazuur heel snel kan bezinken. Hier doen we dus alle testen. En we hebben hier honderden testen gedaan. Om ervoor te zorgen dat we precies de juiste kleur en de juiste textuur, zoals het origineel is, kunnen benaderen. Dit is een heel nauwkeurig klusje. In zo'n glazuur gaan gemakkelijk 10, 15 verschillende ingrediënten. En bijvoorbeeld ook de laagdikte die je aanbrengt op de glazuur is heel belangrijk. En zelfs de manier van overgieten die Olaya laat zien is belangrijk. Nu is mij net ingefluisterd dat deze laag die ze er net op heeft gesmeerd paars is. Maar ik zie hier geen paars in. Nou, je kunt er een beetje in zien. Maar ja, de meeste glazuren, als wij die aanbrengen, dat maakt niet uit of het in het lab is of in de productie, die zijn een andere kleur dan wanneer ze later uit de oven komen. De ingrediënten die gaan in de oven, gaan ze met elkaar samenwerken. Er gebeuren allerlei verschillende chemische processen. En bijvoorbeeld voor onze schilders, die echt nog tableau schilderen, die moeten daar ook tijdens het schilderen, moeten ze zich nou kunnen voorstellen hoe het later wordt. Het is hier natuurlijk een beetje anders. Maar bijna alle kleuren die je ziet, die waren niet de kleur, dezelfde kleur voordat ze de oven gingen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om dan met een mengsel te bepalen wat er uiteindelijk op moet. Wat wij doen is, wij hebben voor dit project hebben we makkelijk 100 verschillende samples gemaakt.
Wat wij doen is, op basis van glazuren die we vroeger hebben gemaakt, maken we nieuwe glazuren. En we weten dus precies welke ingrediënten overal in heeft gezeten. Dat houden we hier heel nauwgezet bij. En zodra we dan een resultaat hebben, want het resultaat is ook nog eens een keer afhankelijk van de scherf, dus van het halffabrikaat waar je het op aanbrengt. Mm-hmm. Of dat rood is of een andere klei, dan wordt het resultaat ook weer anders. Dus wat wij elke keer doen is een experiment en dan kijken we hoe dichter bij het resultaat zit van wat we willen bereiken. En daarna passen we het experiment aan. De mensen hier op het lab die weten precies hoeveel van welke grondstof ze erbij moeten doen om een effect te behalen. Duurzaamheid is tegenwoordig natuurlijk een ding. Hoe duurzaam is jullie proces? Je zou kunnen beweren dat keramiek een van de meest duurzame producten ter wereld is. Als je naar opgravingen kijkt, dan vind je botten en keramiek in principe. Dat is honderden eeuwen oud. Maar het maken van een product, ja, daar gaat veel energie in en daar gebruiken we nu nog gasovens voor. Maar als Nederlandse Keramiekbond zijn we heel druk bezig met het omvormen van onze ovens naar waterstof. Dit was het bezoek aan de Koninklijke Tegelaar in Makkum. We hebben nu mooi gezien hoe dat onze tegeltjes worden gemaakt. Bokke, ik wil jou heel erg hartelijk danken voor jullie gastvrijheid. Fijn dat je hier bent. Jullie zijn altijd meer dan welkom. Heel fijn dat jullie de moeite hebben genomen om toch best een lange autorit te maken. Wij vinden het heel belangrijk om iedereen te laten zien wat we doen, hoe we het doen en de ambacht. En ook vooral de liefde en energie die we in alle producten steken.